Zoals jullie achter mij kunnen zien, jongens, Tabakko Tiger. Oftewel de winkel van Gijs. We gaan hier even die nieuwe knallers halen. Die Red and Green Bangers. Ook de pistol knallers gaan we even halen. Want we waren hier natuurlijk laatst geweest voor die knallers van het hardste knalvuurwerk van België. En toen hebben we hier eigenlijk niet de nieuwste mee kunnen nemen. Omdat ze die hier toen nog niet hadden. We gaan even kijken hier binnen wat ze hebben. Dan gaan we daarna gelijk meenemen naar locatie om het af te steken. Het is nu natuurlijk richting de kerst. Dat betekent dat het mega druk is, dus ik hoop dat het nog rustig is. Kijk, ik denk dat we deze dadelijk even gaan halen. Die Green Banger, Red Banger, en die gaan we dan gelijk even stoken. We halen misschien even heel dat geestpakket. Mooie actie. En die Red Bangers zijn dus nieuw, hebben wij nog nooit gehad. Zilver ook. Ja, jullie zien het, jongens, het is nog erg vroeg. Hier knallers. En dan heb je hier natuurlijk die pijlen. 2,5 inch. Het is nu een actie 1 voor 30 euro. En Funk is dit jaar echt een probleem. Maar wat ook een probleem is, is al die mensen die hier zo aan het werken zijn. Zorgt er dus voor dat het heel moeilijk is om hier met de auto te komen. We zijn weer op locatie. En we hebben deze knalletjes van Gijs meegekregen. Dus ik wil even een dikke shout-out doen naar Tabakko Tiger, Zena. Helaas hebben ze op dit moment natuurlijk die verbouwingen in de straat. Maar jongens, support hem. Want ik zeg je eerlijk, ik vind het een van de beste Zena-winkels die Zena heeft. We hebben nu in ieder geval het Gijs-pakket van hem meegekregen. Maar de nieuwe knallers van ze, die schijnen dus ook heel erg goed te zijn. Deze bijvoorbeeld, de Green Banger. En dan hebben we hier de Red Banger. We hebben meerdere pakjes van. En hier hebben we bijvoorbeeld Pistol Shrimp. Helemaal gesealed. Om voor jullie even te gaan stoken. Want we hebben natuurlijk al eerder laten zien wat het hardste knalvuurwerk is van België. Heb ik deze niet in meegenomen. Alleen dit is wel gewoon heel goed knalvuurwerk. Ik zou zeggen, laten we dit gewoon even openzetten. Kunnen we lekker stoken. Toch? Ja, man. Zien er wel mooi uit, hè? Ja. Wel mooi design. Kijk die binnenkant. Ja, dat ziet er wel goed uit. Precies. Red Banger ook. Ze zijn eigenlijk dezelfde. Ze doen me een beetje denken aan pijlen of zo. Maar snap je? Met een stokje eraan of ja, zo. Ja, iets grotere babypijltjes. Mooie lont. Waar zullen we mee beginnen? Jij mag kiezen. Doe maar de Green Banger. Green Banger. Let's go. Oh ja, een groene lont. Wel ziek, man. Oké. Ja, op zich. Niet slecht, man. Oh, ik val mijn telefoon. Zo. Jongens, knalvuurwerk is echt nog wel de moeite waard hoor in België. En deze vanwege de lontjes ook mooi, man. Ja, wel mooi design inderdaad. Goed afgewerkt. Die was dan ook wel wat minder. Hebben we deze? De Red Banger. Uiteraard dan een rode kleur. Ik denk dat dat een beetje dezelfde knal is dan. Ja. Ja, bijna hetzelfde. Precies. Oh, dat is jammer. Eén weigeraar. Oké, doen we nu even de Pistol Shrimp. Het zijn grotere. De oude vertrouwde van Zena. Oh, die is in het gras. Ja, dat is niet eerlijk. Maar ze zijn goed, man. Dus ze zijn op zich wel goed, ja. Stooksessietje. Ik vind die groene low, man. Die doen me denken aan Colossaluut. Ja, man.
Sommige hebben een goede vertraging. We hebben best wel wat knallers, hè? Zo, die gooit iets dicht bij, man. Sorry, cameraman. Zo, die was raar. Ja. Mooi bewolkt ook, hè? Ja, man. Lekker sfeertje. Oud en nieuw komt echt dichterbij, jongens. Het is niet normaal hoe snel de tijd gaat. Even die pistol swim. We hebben echt veel knallers, hè? Ja, man. Ik vind het echt de beste winkel van Zena. Ja, kijk uit, hè. Oeh, kijk wie daar loopt. Hardlopen. Jullie hebben het net gezien, jongens. Het is eind december mega druk in België. Logischerwijs. Deze dingen mogen dus niet in Nederland. Jammer genoeg. Maar jullie horen wel op beeld dat het echt kwaliteit vuurwerk is. Dat kun je wel zeggen, ja. Ze kunnen echt wel concurreren. We kunnen echt wel concurreren met andere harde knallers, hoor, van Pyro Shop en Loods, toch? Ja, man, sowieso. Voor de vorige keer. Blijf het zeggen, jongens. Kijk altijd uit voor het gips wat in dat knalvuurwerk zit. Knalt goed. Ja, toch? Ja, die rode vind ik echt mooi, maar ik vind die groene nog mooier, man. Ja, man. 20 stuks in zo'n doosje. Ja, kijk, tuurlijk, hè. Vroeger waren die thumpingpunten er ook goed. Zeker ook beter. Maar als je kijkt naar nu, wat je nu nog kan kopen. Zag je dat gips? Zo. Ja, echt voor uitkijken, man. Ik kreeg er net al een stukje tegen mijn poot aan. Hoor. Maar ik blijf het galmen hier ook lekker vinden. Ja, man. Het wordt ook aardig donker, hè? Het is echt een heerlijk sfeertje. Ja, man. We zitten op dit moment weer in de auto richting huis. Dus ik heb jullie ook verteld van als je dit vuurwerk haalt in België, hou het dan gewoon hier. Neem het niet mee de grens over, want het is dus illegaal. Maar goed, ik ben in ieder geval goed verrast, man. Door die red en green bangers van Zena.
En die pistol waren ook echt goed, of niet? Ja, die waren zeker wel lekker, man. Waren echt hele harde knallen. En ik heb natuurlijk al eerdere video's gemaakt met de hardste knal. Nou, de hardste knal is overduidelijk de Megatresk en de, ja, die vlinder, die groene vlinders van Loads, die P1. Maar goed, die zijn natuurlijk geen eerlijke concurrentie. Vooral die P1 vlinders niet met deze knallers. Maar goed, deze knallers doen zeker ook niet onder. Het is gewoon de kwaliteit die je van Zena mag verwachten. Dus nogmaals, dikke shout-out naar Gijs. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En morgen gewoon weer een video. Later.